En nu de partij. Vecht voor haar bestaan heeft Netwerk 3 maanden lang toegang gekregen tot fractievergaderingen, tot werkbezoeken en partijbijeenkomsten. Het is het eerste televisieportret van de partij waar televisie vaak nog taboe is. Verslaggever Ton van der Ham over de mannen van de SGP en de opwinding die de vrouwen veroorzaken. Ik ga nu naar beneden. Ik ben ook van de niet bellen. Mijn mobiel zit natuurlijk in mijn grote tas. Morgen weg. Nou, je hebt het nieuws gehoord zeker? Ja, dat gaat de verkeerde kant op. Dat zoiets zo kan escaleren, dat had ik niet ingeschat van tevoren. Nee. Nee, ik denk niet dat veel mensen dit verwacht hebben. Maar goed, ja, we zullen eens kijken hoe we het nog puin kunnen rijmen. Ja, maar zoals je begrijpt, iemand anders even aan de lijn hebben. Zo, een beetje geslapen. Mooi. Nee. Heb jij geslapen? Nee. Huiselijk moment. Kooien, kooien, kooien. Dan denk ik wel eens, dan was ik maar een zeemeeuw. Ik zou zo wegvliegen naar de klippen van Dover of zo. Heerlijk. Geen zorgen, geen SGP, geen vrouwen. Heerlijk rustig. Eet smakelijk. Dit zijn de mannen van de SGP. De staatkundig gereformeerde partij, opgericht in 1918. En dit is de kamer van hun voorman, Bas van der Vlies. De lunch op zijn kamer is een vast ritueel. Het is de oudste partij van Nederland en de Bijbel is hun leidraad. Halleluja. Ik zal de Heere loven van ganser harte. In de raad en vergadering der oprechten. Zijn naam is heilig en vreselijk. Nummer 24, Stafford, SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Wilbers, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA. Dit is het verhaal over een partij in het nauw. Dag. Dag, meneer Balken. Dag, ga je aan het welkomen. Dag. Dag. Hartelijk bedankt dat u de tijd heeft genomen om ons hier als SGP jongeren te ontmoeten. Een verhaal over vrouwen en de opwinding die zij veroorzaken. Ja, opgewonden. Ja, vooral opgewonden volgens mij over de geluiden als zodanig. Niet de dames al. Aan zich, denk ik. Tenminste, die indruk heb ik niet gekregen. Nooit eerder gaf de partij een kijkje in de eigen keuken. Voor het eerst laat Bas van der Vlies camera's toe bij fractievergaderingen, werkbezoek en partijbijeenkomsten. Persoonlijk vind ik het te streng. Streng? En te stijf. Maar, waarom dan? Ja, nou, ik ben niet echt voor lange rokken en kniekousjes en zo. Ben ik stijf dan? Nee, toch? Dat valt toch wel mee. Ja, ik ben wel stijf. Ik ging mijn benen te voelen, maar verder gaat het nog wel met deze jongen, hoor. Van Prinsjesdag tot aan het kerstreces is Netwerk te gast bij de partijleider en zijn fractie. 3 maanden waarin de partij op haar grondvesten schudt, de geldkraan dichtgaat en Van der Vlies moet beslissen of hij doorgaat of niet. Ik ben zeer, zeer nieuwsgierig wat uit al die uren materiaal dat je nu hebt, de selectie geworden voor die 20 minuten. Daar ben ik wel erg in geïnteresseerd. Zo. Het is geestdodend voor jullie jongens om alleen maar wat shots te nemen van een man die koffie drinkt. Soms denk ik van, ik had er nooit aan moeten beginnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo. Het was een reis met hindernissen. Zoals gebruikelijk natuurlijk. Ja. Waar zat het nou weer vast? Ja, bij Den Haag, hè. Ja, ik moet maar een keer verhuizen. Zo. Den Haag komen we wel lekker op de fiets, Bas. Daar gaat niet boven iedere ochtend een lekker rijtje fietsen, gezond. Je ziet de koeien nog in de wei, de paarden, langs het paleis. Even zwaaien naar Hare Majesteit. Zo, even mijn handen wassen, hoor. De derde dinsdag van september. Een hoogtijdag in politiek Den Haag en zeker voor deze partij. Want Prinsjesdag betekent gouden koets, betekent troonrede, de koningin in levende lijven. En SGP'ers zijn hartstochtelijke aanhangers van de monarchie en alle gebruiken die daarbij horen. Het is voor Van der Vlies de 25ste keer, maar dit jaar is anders. Want achter mooie hoeden, oranje strikjes en nette pakken gaan grote zorgen schuil.
Bas, jij moet nu naar de ridderzaal. Ja, weet ik. Hier is het persbericht. We worden geacht 3:15 bij de Nosterzijn in de oude zaal. Hier is het persbericht. Ja. Okay. Wat we gisteren hebben afgestemd. Ja. Nou, dit is het, ja. Het was vroeger ondenkbaar. Een interview op camera. De televisie, die was taboe. Een groot deel van zijn achterban heeft er geen. Het is immers het oog van de duivel vanwege alle troep die erop komt. Ze kijken er niet naar en komen zeker niet op de buis. Maar Van der Vlies mijt de camera's steeds minder. Zeker nu de partij zo onder druk staat, lijkt hij vaker de behoefte te voelen om het SGP-verhaal uit te dragen. Ja, de SGP heeft een belangrijke boodschap voor dit land en die moet zoveel mogelijk mensen bereiken. En als middelen daarbij dienstig zijn, dan moet je nadenken over het wel of niet inzetten van die middelen. U weet, de SGP heeft op dat terrein een traditie. Maar dus ook zo'n verderfelijk medium als televisie mag dan nu toch ingezet gaan worden? Ja, verderfelijk. Het stuk techniek is natuurlijk heel nuttig. Maar het wordt jammer genoeg zo ontzaglijk verkeerd gebruikt menigmaal. Tijdens zijn optreden voor de NOS is Van der Vlies ondanks zijn prille tv-ervaring in zijn element. Cameravrees lijkt hij niet te kennen. Toch moppert hij vaak op het platte medium waar het zo weinig over de inhoud gaat en vooral over de poppetjes. Wat een gedoe, hè, al die zenders en camera's. Wat vindt u ervan? Ja, dat is niet wat echt bij mij past eigenlijk. Ik ben maar een eenvoudige jongen. En al die persoonlijke aandacht, dat hoeft voor mij niet zo. Het gaat om de boodschap en niet om de boodschapper. Goedemorgen. U wordt bewaakt. Ja, inderdaad. Sinds vorige week vrijdag. Hoe dat zo? Dat weet u, hè. Er zijn arrestaties verricht. En kennelijk is er iets aan de hand wat ook de fractievoorzitter in de Tweede Kamer raakt. Dus ik word inderdaad persoonlijk beschermd. Waarom zou u nou doelwit zijn van moslimterroristen? Ik zou het niet weten. U bent toch niet echt een voorbeeld van het verval van de westerse... Ik mag hopen van niet. Nee. Ik mag hopen van niet. Ik heb begrepen dat u ook zondag niet naar de kerk bent geweest. Ja, dat was een afweging. Dat was een afweging. Deze bodyguards die moeten uit Den Haag komen. En een kerkdienst duurt hier op dit dorp 1,5 uur zeg maar, per dienst. En we hebben 2 diensten verspreid over de dag, 's morgens en 's avonds. En dan moesten ze 2 keer heen en weer komen rijden. Maar hoe ver moet het gaan in dit land als de SGP'ers niet meer naar de kerk kunnen gaan? Ja, maar ik heb wel mooi meegeluisterd, want we hebben daar voorzieningen voor, hè? De kerktelefoon. De kerktelefoon, die is eventjes hier neergezet, ja. Van der Vlies moet niet alleen vrezen voor extremistische moslims. Het zijn vooral de feministische dames van het Clara Wichman Instituut die het op hem hebben voorzien. Ze hebben de SGP een grote klap toegebracht. De rechter heeft hun eis ingewilligd. De partij verliest haar subsidie. En die klap is hard aangekomen. Ja, turbulente toestanden. Ja, joh, Hier op de reformatorische wegwijsbeurs ontmoet Van der Vlies zijn achterban. Het is het gesprek van de dag. En dan neem ik expres even de wereldwijd georganiseerde Rooms-Katholieke Kerk. Die laten de vrouw niet toe tot hun ambten. He? In mijn kerkelijke kringen gebeurt dat ook niet. Nou, en dat is dus het standpunt. En van ouds is het lijntje doorgetrokken naar de politieke partijen, schoolbesturen en wat iets meer. Daar komt dat vandaan. Vindt maar u het als ik u even in de reden mag vallen. Neem bijvoorbeeld een streng gereformeerd gezin. De vrouwen staan onder de man. De man is de leider. En daar hebben de vrouwen naar te luisteren. Mensen, zo'n beeld krijg ik daarvan. En ik denk toch niet echt dat dat de bedoeling is. Ja, maar dan moet je eens bij mij thuis komen kijken. Dan gaan we daar eens uitzoeken wie daar nou de baas is. Begrijp je wel? Dat is een karikatuur. Steunt de achterban u? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, is duidelijk. Ja, daar staan we volledig achter. Nou, wat vindt u ervan dat de partij nu zo in de verdrukking is gekomen dan? Nou, dus tijdelijk is wel eens meer geweest, dit soort verschijnselen. En steekt wel eens meer de kop op. Misschien is het een stukje jaloezie. Maar nee, dat overkomen we wel die... En wat nou als meneer Van der Vlies zometeen geen subsidie meer krijgt? Zult u dan uw portemonnee trekken? Ja, ja. Zeker. Dat doen we met z'n allen. Ja, dat komt zeer zeker goed. U ook? Ja. Ja, je hoeft me er echt niet af te doen.
Ja, de solidariteit is groot. Ja. We laten ze niet in de steek. Nee. Maar het is wel erg dat ze om moeten. Heel erg. Ja. SGP-vrouwen mogen niet gekozen worden in de Tweede Kamer. Ze mogen zelfs geen lid worden. Pure discriminatie, vindt het Clara Wichman Instituut. De partij moet verboden worden of stoppen met het onderdrukken van vrouwen. Dat is echt het probleem wat ik heb, dat anderen voor mij bepalen, jij moet je gediscrimineerd voelen. Want jij werkt bij een partij die aan vrouwen een bepaalde rol toekennen. Terwijl ik er zelf ook voor ga. En mensen die er anders over denken kunnen bij heel veel andere partijen terecht. En dan denk ik, wat bemoeien ze zich mee? Ja, dat vind ik echt heel pijnlijk. In feite mag ik niet denken wat ik denk. Jani de Jong bestiert het secretariaat, het kloppend hart van de fractie. Ze is hier de enige vrouwelijke medewerker van de SGP. En boos op de dames die het op haar partij gemunt hebben. Kijk, zolang ik daar anderen in feite geen schade mee berokken, wie doe ik nou kwaad met mijn gedachten? Behalve misschien mezelf. Wat anderen dan vervolgens weer vinden. Toch? Ik vind het, ja, dat houdt me wel ja, heel erg bezig. Ik had het vooral ook toen die uitspraak kwam over SGP van nou, geen subsidie meer. Dan denk ik, ja, wie wordt hier nu gediscrimineerd? Volgens mij de SGP. Ik ben blij dat de mannen het doen. Ik vind dat de mannen horen. Dat is werk voor de mannen en dat vind ik dat de mannen daarin het huis horen en geen vrouwen. Vrouwen mogen er wel iets met discussiëren, maar ik vind niet dat ze er bij in horen. Nee, dat vind je geen discriminatie? Nee, absoluut niet. Ik zou er niet op achteruit gesteld worden. De partij krijgt jaarlijks 800.000 euro subsidie. Maar vanaf 1 januari gaat die geldkraan dicht. Het salaris van de Kamerleden en hun medewerkers komt niet in gevaar. Maar verder krijgt de partij geen cent. Geen geld meer voor verkiezingscampagnes of dure stands op beurzen, het partijbureau of de jongerenorganisatie. We zijn geen armlastige partij en onze achterban is vrijgevig. Dus als daar maar ooit een beroep op zou worden gedaan, heb ik het volste vertrouwen dat er heel wat loskomt. Maar dat zou je dan bij wijze van spreken elk jaar moeten herhalen. En dat is niet het beeld dat ik daarvan heb als toereikend en goed. Dat redden jullie niet? Het gaat om een structurele bekostiging, zoals dat dan in vakjargon heet. En ja, dat moet je niet laten steunen op alleen maar giften. We hebben nog wel ergens een kous liggen, hè, met wat erin. Maar die moet wel aangesproken worden en dat gaat snel. En dat zijn ongeveer 4 per verpakking. Oké. Okay. Ja, nee, want het is misschien het handigste om deze hele handel zo in de lift te gooien. Ja. U kan wel zijn om of niet, om het goede voorbeeld te geven. Dat zou ik kunnen doen, ja. Dat is best wel leuk natuurlijk, gewoon even om je heen. Ziet er echt niet uit, doe ik hier nou. Wat gaat er gebeuren? Dat zullen jullie straks wel zien, maar de bedoeling is dat de premier van dit goede land een sjaal krijgt aangeboden door de SGP-jongeren. De SGP'ers gaan op de barricade. De partij is verdeeld. Er is veel discussie. De meeste jongeren vinden het vrouwenstandpunt achterhaald. Kom op, mannen. Toch lijkt de eensgezindheid nog groot. De toekomst van de SGP staat op het spel. Het kan nog even gaan duren. Ik weet waar hij nu zit. Bij de kapper. Dus ik krijg een seintje zo dadelijk als die komt. Ik denk dat het dezelfde kapper is als die ik heb. Maar daar doe ik uiteraard geen mededelingen over. Ja, op wie loop je nu af, hè? Dag. Dag, meneer Bouken. Dag, ga je aan het welkom in. Dag. Hartelijk bedankt dat u de tijd heeft genomen om ons hier als SGP-jongeren te ontmoeten. Ja. Wij staan hier namens 12.000 SGP-jongeren, jongens en meiden. En wij willen u graag een warme oranje sjaal aanbieden. Oranje, de kleur van onze oer-Hollandse partij. Ja. En wij hopen dat u daarmee de winterwarmpjes erbij ziet. En dat u ons straks, als de subsidiekraam dichtgedraaid wordt, niet in de kou zult laten staan. En ons dus niet de das om doet. Wij willen u wel graag opnemen. De beelden zijn heel herkenbaar. Leeft u met ze mee? In deze barre tijden. Natuurlijk begrijp ik dat. Ja, ik denk dat ik een stukje solidariteit heb geuit met. Ja, ik sta er redelijk tussen zo.
zou het zonde vinden als de partij echt in gevaar zou komen. Ik zie natuurlijk niet graag dat de partij als de SGP problemen krijgt. Dat weet u allemaal, hè? De juridische zaken rondom de positie van de vrouw. Maar daar blijf ik nu maar even buiten, omdat het de rechtszaken betreft. Maar ik begrijp heel goed dat deze jongen zich zorgen maken en dat hij geen koude winter wil. Dat begrijp ik heel goed. Heeft u nog een tip voor ze? Nou, ik zou zeggen, ga vrolijk door met de actie. Als je 12.000 jongeren hebt, die jongens met een oranje sjaal gaan lopen, wat zal het van de winter worden? Dan nog één vraag. Is er al wat meer zicht op hoe dat verder gaat wat betreft het overleg tussen de juridische partijen, zeg maar, en de beschikking van het ministerie? Is er al wat meer over bekend? Wat ik hoorde was... Geen vrouwen, geen geld. De Nederlandse staat, die verantwoordelijk is voor de financiering van politieke partijen, gaat tegen het vonnis in beroep. Maar ondertussen stopt de subsidie wel op 1 januari. Achter de schermen kijken juristen van de SGP of de pijn kan worden verzacht. Maar het is al medio november. De tijd dringt. Misschien heeft partijvoorzitter Colijn nieuws. Dag, meneer Colijn. Ja, de stand van zaken nu is eigenlijk heel overzichtelijk. Als gedaan wordt wat de rechter de staat heeft opgelegd, dan zitten we vanaf 1 januari zonder geld als politieke partij. Dus dan, dan moeten we onze eigen broek ophouden. Dan komt er gewoon helemaal geen euro dan meer binnen? Dan komt er geen euro meer binnen. Maar misschien dat de soep niet zo heet wordt gegeten als dat die wordt opgediend. En nu is er dus overleg tussen een paar juristen die hier meer dan gemiddeld verstand van hebben om te kijken of er wellicht niet toch een afbouwperiode kan komen of dat er op een andere manier nog een mouw aangepast kan worden. Zo. Zo, dat was weer een reis met hindernissen, begrijpen? Valt wel mee, hoor. Er stond een file tussen Den Haag en Gouda, hoorde ik. Dus ik had zoiets van, die zien we voor het eerste deel van de vergadering niet. Dat vond je wel een geruststellende gedachte. Geweldig, ja hoor. Ja, dacht ik al. Dinsdagochtend, 10:00. Over de wekelijkse fractievergadering valt een donkere schaduw. Een nieuwe crisis dreigt. Parade der mannen broeders, kom op. Vergaderen. Bel is gegaan. Het hoofdbestuur verbiedt SGP'ers om op lokaal niveau samen te werken met de ChristenUnie als daar vrouwen op de gezamenlijke lijst staan. Veel SGP'ers vinden dit verbod te ver gaan. De emoties in het land lopen hoog op. Wat mij vooral daarin aangreep was dat het niet vanuit één segment van de SGP kwam. Bijvoorbeeld alleen de jongeren. Of bijvoorbeeld alleen de hoek van de partij die zich al in eerdere discussies had verbonden aan een ander standpunt of zo. Maar dat het echt uit de breedte van de partij kwam. He, ook mensen die ik ken als heel toegewijd, als heel verwant aan wat ons in de SGP beweegt. Ja, dat geef je dan te denken. Want dat betekent dat het protest breed leeft. Die conclusie kun je trekken, ja. Maar na bijbellezen en gebed gaat de fractie snel over tot de orde van de dag. Want het politieke werk gaat gewoon door, tumult in de partij of niet. De justitiebegroting staat vanmiddag op de agenda. Er moeten moties worden voorbereid en schriftelijke vragen. Politiek bedrijven nemen deze mannen erg serieus. Het is een roeping. Godvrezende politici in een goddeloos land. Als de SGP het voor het zeggen zou hebben in dit land, zou Nederland er dan anders uitzien? Absoluut. Wat zou het dan geweldig goed zijn? Ja, absoluut. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja, daar ben ik diep van overtuigd. Als het niet zo was, dan pakte ik gelijk mijn koffertje. Want hoe zou Nederland er dan uitzien? Ja, het zou heel vreedzaam toegaan. Mensen zouden zich geborgen weten. We zouden in hartelijkheid en in liefde met elkaar leven. Er is nog zo heel veel meer over te zeggen. Maar laten we eerst nou eens zorgen dat we daaraan beginnen het zover te brengen. Maar dat is de uitdaging voor dit moment. Als de SGP aan de macht zou zijn, dan zouden de winkels op zondag gesloten zijn. Ja, dat zou een grote zegen zijn, toch? Al die jacht, al die moeite, die onrust. Toch denk ik ook dat er veel mensen zijn die denken van, nou, gelukkig heeft de partij maar 2 zetels. Ja, ik hoop dat ze ooit van die karikatuur verlost worden.
De partij worstelt met het vrouwenstandpunt. En Bas van der Vlies kiest voor de veilige weg. Ook vanavond, op een congres van de SGP-jongeren, verdedigt hij de officiële partijlijn. Maar is dat ook zijn persoonlijke mening? Over die vraag heeft hij zich nog nooit publiekelijk uitgesproken. En daarom poneer ik de stelling dat het natuurlijk met die SGP om heel veel meer gaat dan alleen dat vrouwenstandpunt. Weet jij nou eigenlijk wat Van der Vlies vindt van vrouwen in de politiek? Nou, ik was net van plan om dat in het debat straks te vragen. Want dat is niet helemaal duidelijk, hè? Voor mij niet, dus ik was van plan om dat te gaan vragen. Dus... Wordt het dus tijd dat meneer Van der Vlies kleur gaat bekennen? Nou ja, kijk, ik begrijp zijn positie wel natuurlijk. Hij staat tussen van allerlei vuren in om maar even in het thema van de avond te blijven. Dus ik ben benieuwd wat hij daarop gaat zeggen als ik het hem ga vragen. Nou, wat gaat u zeggen? Die vraag is me nu nog niet gesteld. Nee, maar ik stel hem u nu. Wat vindt u er eigenlijk van? Moeten vrouwen lid worden? Hebt u mij niet begrepen daarnet? Nee, u was daar op dat punt een tikkeltje vaag. Nou, dan hebt u niet goed aan me geluisterd. Nee, u laat het behoorlijk over aan de partij en het partijbestuur, merk ik. De partij moet een beslissing nemen, natuurlijk. En die beslissing moet gedragen worden door de partij. Maar u bent dat wel... van onderaf komen. Maar u bent het gezicht van de partij. Veel mensen hechten waarde aan uw mening. Ja. En ik hoor ook mensen zeggen, het wordt tijd dat meneer Van der Vlies ook eens laat horen wat hij er nu van vindt. Ja, daar ga ik wel helemaal zelf over. Dat ogenblik, dat bepaal ik wel zelf. Ik kan dan natuurlijk wel zeggen, ik vind dat moment nu. Doe dat nu. Maar uiteindelijk maakt hij de markt op. Maar bent u zelf principieel tegenstander van een SGP-vrouw in de Tweede Kamer? Ik sta in een traditie waarin daar nogal zorgelijk tegen aangekeken wordt, ja. Maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Maar ik ga zelf over mijn antwoord. Dat is het mooie, hè? Dat is het mooie. Maar waarom wilt u daar geen open en eerlijk antwoord over geven? Omdat we in de partij die discussie voeren. En daar heb ik natuurlijk mijn persoonlijke opvatting over. Maar die is niet relevant. We moeten er met elkaar doorheen en uitzien te komen. Maar niemand weet wat meneer Van der Vlies zegt. Ja hoor, absoluut wel. Maar alleen degene die dat op een bepaald moment moeten weten. Ik denk dat het goed zou zijn voor de partij als hij voor zichzelf op een gegeven moment de keuze maakt om ook duidelijk zijn positie in die discussie neer te zetten. Ja. Waarom... En leiding te geven aan de partij. Ja. Waarom nu? Waarom nu? Omdat de partij nu natuurlijk in een hele akelige fase is terechtgekomen na het vonnis. En ja, dan kun je ook niet met de armen over elkaar blijven zitten. Hij weet van mij dat ik dat altijd zelf af blijf wegen. En ik heb daar mijn eigen stijl in ontwikkeld. En dat verandert u echt niet meer. 7 december. Het vrouwenstandpunt leidt nu echt tot een crisis in de partij zelf. Het bestuur volhardt namelijk in haar verbod op lokale samenwerking met de ChristenUnie als zij vrouwen op de kieslijst zetten. Verschillende prominente SGP'ers pikken dit niet langer en stappen op. Nou, je hebt het niet op zo'n woord zeker. Ja, dat gaat de verkeerde kant op. Ja. Dat zoiets zo kan escaleren, dat ga ik niet ingeschat van tevoren. Nee, ik denk niet dat veel mensen dit verwacht hebben. Maar goed, ja, we zullen eens kijken hoe we het nog puin kunnen ruimen. Ja. Zoals je begrijpt, wat anders even aan de lijn hebben. Zo, een beetje geslapen. Mooi. Nee. Heb jij geslapen? Nee. Ik vind het een zeer ongelukkig besluit. Maar dat wisten ze al dat ik er zo over dacht. Hoe lang kunnen we op deze wijze doorgaan? Of zijn we bezig met ons eigen einde min of meer te organiseren op deze manier? Zo beluisteren zegt u, er is gewoon een kans dat de partij op deze manier zijn eigen graf graaft. Ja, we zijn bezig veel energie en bergen geld te investeren in processen en weet ik wat. En ondertussen valt het draagvlak en de zaak waar het om gaat, valt onder je voeten weg. Van der Vlies is bezig met een lijnpoging, maar laat er weinig over los. Wat had u zelf gewild? Mag ik dat eventjes tot het geheim van Maartensdijk blijven rekenen? Ja, u wilt daar niet... Nee. Ik ben in gesprek met alle geledingen in de partij en ik wil het gesprek vervolgen. Ja. En niet polariseren, juist samenbindend werken. En daarom is het verstandig dat de fractie daar even buiten blijft. Het is een partijaangelegenheid. Nou, succes ermee. Ja, dankjewel. Van harte bedankt. Blij dat jullie zo meeleven.
Een week later. Na lang crisisberaad achter gesloten deuren lijkt de lucht geklaard. Ja, u heeft volgens mij de partij en het hoofdbestuur op andere gedachten kunnen brengen. Nee hoor, zo zie ik dat helemaal niet. Ik heb wel een bijdrage gehad aan de interne en inhoudelijke afweging natuurlijk. Maar de kou is nu wel uit de lucht? Dat mag ik hopen. Ja. Dat zal nog moeten blijken natuurlijk. Zo snel gaat het ook allemaal weer niet. Nee. Maar er is een delegatie van het hoofdbestuur het land ingestuurd om op die vier plaatsen waar problemen waren orde op zaken te stellen. In samenspraak natuurlijk. Ja. En laten we hopen dat dat succes heeft. Ja, want ik kan me voorstellen dat u het nu wel even helemaal gehad heeft met dat gedoe met rondom de vrouw. Ja, maar je bent lid van de partij of je bent het niet. En je bent politiek leider van een partij of niet. Ja. Zo simpel is dat. En je moet dan gewoon staan voor je zaak. Ja. In alle hectiek moet Van der Vlies beslissen over zijn politieke toekomst. In januari wil het hoofdbestuur weten wat hij gaat doen. Het gonst van de geruchten dat de Nestor van de Kamer stopt. Wat gaat er gebeuren vandaag? Ik heb een gesprek onder vier ogen met... Meneer Van der Vlies. Heb je goed geslapen vannacht? Gaat wel hoor. Ja. Mooi. Nou, het zal me benieuwen. Ik heb, dat u begrijpen, best wel een vermoeden... Nadat ik afgelopen dagen zo af en toe eens wat opving en in de gesprekken hier aan voorafgaand. Maar ik ben wel nieuwsgierig hoe het verder zal gaan. Dus, Ja, ik moet deze dagen het hoofdbestuur natuurlijk bescheid geven. En ik heb alles afgewogen. Het was minder vanzelfsprekend dan andere keren. Maar het geheel overziende denk ik dat als de partij dat wil... en daar moeten we nog in de partij over spreken... En er een beroep op mij wordt gedaan, ik daar nog dit keer geen nee op zal zeggen. Dat is eigenlijk de kern van wat ik je te melden heb. Ja, ik denk dat we inderdaad een belangrijke fase tegemoet gaan, ook in de partij. En een oud vertrouwd gezicht kan daarbij, denk ik, geen kwaad. Je hebt jarenlang gezag gehad en opgebouwd, dus nu maar inzetten dan. Wat is voor u het belangrijkste argument geweest om door te gaan? Toch denk ik... Alles overwegende wel de situatie waar de partij zich momenteel in bevindt. Ik denk dat er een zekere rust nodig is bij alle moeite die er zijn. Maar ik hoop de partij in een rustig vaarwater te kunnen meemaken. En ja, je kunt pas overstappen als de golven gestild zijn. Goedemorgen. Zo, hier woont dus het langst zittende Kamerlid van Nederland. Ja, hier woon ik, ja. Dat is zo. Mogen we even binnenkomen? Heel even, ja. Hier is mijn echtgenote. Nou, van een licht, joh. Mijn steun en toeverlaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw man die heeft besloten om maar niet met pensioen te gaan. Nee, ja, daar hebben we het natuurlijk best wel over gehad samen. En, ja, mijn man zijn werk is een hobby en ik heb ook mijn hobby's waar ik graag mee doorga. Dus, en als gezin hebben we het ook gezegd van, nou ja, hij is, kan het gelukkig goed aan. En we leven allemaal erg mee. En ik zou het best gezellig vinden als hij wat meer thuis was. Ja, maar ja, dat is gewoon niet zo. Nee. En daar ben je ook gewoon aan gewend. En dus komt zijn andere passie, tuinieren, ook na de volgende Kamerverkiezingen op het tweede plan. Ja, dus hier gebeurt het. Hier zoek ik mijn ontspanning wat betreft het buitenwerk. Beetje vochtig houden, dat is een kunst. Want dat moet ja, niet te veel, niet te weinig. Dat is altijd een kwestie van aanvoelen. Het mislukt ook wel eens een keer, hè? Wil je komen op televisie, kijk uit. Nou, kom je op. Ja, dat is de combinatie van de politiek en... En de noeste handarbeid. Ja, de andere kant van meneer Van der Vlies, zeg maar. Ja, probeer nog maar eens wat andere kanten te ontdekken, zou ik zeggen. Maar niet nu. Hartelijk bedankt, hoor. Ja, oké. Eindelijk bent u van ons af. Gelukkig. De reportage over de mannen van de SGP werd gemaakt door verslaggever Tom van der Ham. Als u wilt meepraten over deze uitzending, dan kan dat op onze website netwerk.tv. Dit was Netwerk voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Goedenavond.